zomer, dat is voor mij barbecue en genie. Eten, drinken en leuten. Zalig, die geuren van barbecue en die zomergroenten. Die avondwarmte zo voelen, met vrienden erbij, nog gezellig iets drinken. Koken in de zomer is ook belangrijk dat je heel veel kleuren hebt. Daar word je zo instant happy van. Lekker eten, lekkere muziek. Gewoon genieten. Welkom in mijn zomerkeuken. Ik hou van de zon. De zon dat is energie, dat is vitamine D. En de zon dat is ook buiten koken. I absolutely love it. En dus heb ik vandaag voor jullie in petto enkele bijzonder verfrissende receptjes. Oef, zo uit haar mouw, hè. Wat gaan we maken? We gaan een heerlijk zoet drankje maken. We gaan zoete aardappelschijfjes maken met geitenkaas. Dat gaan we op de barbecue doen. En starten ga ik doen met deze kanjer, de koningsoesterzwam. We gaan die combineren met een pastasalade en met aardbeien erbij. Als dat geen zonovergoten menu is, dan weet ik het ook niet meer. We gaan voor onze pastasalade een sausje maken, een heel fris sausje. Ik ga starten met iets wat tegenwoordig in mijn keuken heel veel voorkomt. Dat is kokosaminos. Eigenlijk is het een alternatief voor sojasaus. Dus voor mensen die niet goed tegen soja kunnen bijvoorbeeld, of die vinden dat dat te zout is, kun je perfect overschakelen naar kokosaminos. We gaan daar bruine rijstazijn bij doen. Als dat een beetje ver van je bed klinkt, je moet maar eens in de supermarkt door die Oosterse productjes, door die regio wandelen. En dan vinden we allemaal terug. We gaan dat een klein beetje zoet maken. Daar ga ik ahorn voor gebruiken. Dus ik heb er nu 4 eetlepels kokosaminos of tamari of sojasaus bij gedaan. Ik heb 4 eetlepels bruine rijstazijn genomen. Ik heb 2 eetlepels ahorn erbij gedaan. En nu een beetje gember erbij. Dat gaat zo typisch die Oosterse smaak waar we naar zoeken geven. Doe ik ook ongeveer 1,5 eetlepel. Dan gaan we dat lichtjes mengen. Voilà, en dat ruikt al kei-Aziatisch. Ik ben sowieso altijd een hele grote fan van de Aziatische keuken. En zeker het gebruiken van gember bijvoorbeeld. Gember is ten eerste kei-gezond, dus ben ik altijd al fan van. Maar dat maakt ook meteen alles heel fris, waardoor dat je zo echt dat zomers gevoel daar ook gemakkelijk in krijgt. Ik wil dat ook een beetje smeuïg maken, dat dat ook goed plakt aan mijn pastasalade. Ga ik nog een scheutje olijfolie bij doen. Voilà. Ongeveer 3 eetlepels ons sausje. Dat is al klaar bij deze. Wat gaan we aan die pastasalade allemaal toevoegen? Dat is het leuke aan een pastasalade en zeker zo'n koude salade. Eigenlijk kan er kei veel bij. Dat is zo'n typisch eentje dat ik gebruik om mijn koelkast mee leeg te maken. Dus we hebben hier een aantal wortels. Ik ga die schillen. Voor mij smaakt de zomer naar lange avonden en dat je zo gewoon dat je nog in je kleedje kunt zitten. Zo, ik weet niet hoe laat, dat je niet nog een visje of zo moet halen, maar gewoon zo in een gezellig kleedje, nog met blote benen, die avondwarmte zo voelen, met vrienden erbij, nog gezellig iets drinken. Wat ga ik daar straks nog allemaal aan toevoegen? Er gaat nog courgette bij. Ik ga werken met een volkorenpasta. Ik gebruik daarvoor 100% volkorenpasta. Dan denken mensen, volkoren is volkoren. Maar nee, 100% volkoren wil echt zeggen dat al het meel dat eraan toegevoegd is, dat echt van het volledige graantje is eigenlijk. Hè. Daar hou ik altijd van. Dat is een beetje zwaarder. Dat ziet er direct ook een beetje meer bruin uit. Maar vinden we alleen maar leuk, want dat is rijk, dat heeft meer vezels. Van de courgette heb ik al sliertjes gemaakt. En die wortel, daar dacht ik van, ik vind het wel leuk als het zo allemaal een beetje verschillende vormpjes heeft. Ga ik ook met een dun schiller gebruiken. En gaan we eigenlijk gewoon, zoals we die schilder hebben afgedaan, vormpjes van maken. En zo zie je dat je van die schone lapjes krijgt. Altijd als ik zo de heel goede chefs ben Jan bezig zie, dan denk ik, ik ga nooit of er nooit zo kunnen snijden. Geen mes nodig. Een dun schiller lost het allemaal op. En zo'n rauw worteltje erin, dat gaat direct ook een heel pak vezels. Het is echt een gerechtje vol met vezels, deze. Met onze volkorenpasta, maar ook die wortel gaat heel veel geven.
als je die nog een beetje kleiner wilt, dan snijden die gewoon door. Dan worden dat van die dunne sprietjes. Alrighty, een grote kom. Onze pasta slierten. Onze courgette. Je kunt ook nog van alle andere groentjes nemen. Als je komkommer wilt, dat gaat erbij. Radijsjes zou ook heel lekker zijn. Eigenlijk alles wat rauw gegeten kan worden. Dan gaan we ons sausje daarover doen. En je doet dat beter een beetje te voorzichtig dan een beetje te veel. Dus ik neem meestal niet meteen alles. Dan mag je wel wat doorsmaken, zeker met die gember erbij. Zo, dat al onze groentjes en pasta hoeveel saus gaan absorberen. Ik ga daar aardbeien bij doen. Ik noem dat zo wat de brug tussen Vlaanderen en het oosten of zo. Hè? Dan hebben we een Oosterse salade met toch nog onze Belgische aardbeidjes erbij. Een zomer zonder aardbeien, dat is een zomer niet geleefd. Nee, sowieso op allerhande manieren. Ik ben sowieso een keigrote fan van aardbeien, maar het is ook gewoon gemakkelijk. Je kunt dat in een slaatje doen, op een dessertje doen, maar ook gewoon zo uit de hand. Ik heb altijd zo een bakje in de koelkast staan en dan gewoon zo langslopen. Aardbeidje nemen. Ook kindjes vinden dat keileuk, keilekker. En guilt-free, dat is ook altijd een goeie en je kunt altijd nog een beetje suiker erover doen. Ik ga die aardbeidjes vieren delen. En ik ga hun kroontjes, dat groen, ik ga dat er gewoon aan laten. Dat is ook gewoon perfect eetbaar, iedereen haalt dat er altijd af. Maar dat smaakt redelijk neutraal. En we hebben er weer extra groen binnen. Dan gaan we dat nog een beetje afwerken. Met een beetje pijpajuin. Alrighty. Nog wat sesamzaadjes. En nog een beetje koriander erbij. Ik vind het altijd wel leuk de pasta salade af te werken met verse kruiden. Dat is niet alleen mooi, maar dat is ook keigezond. En dan de finishing touch. Een beetje zout. Een beetje peper. Zo, en op zich hebben we ons sausje al. Dat gaat al heel veel smaak geven, dus er hoeft niet te veel op. Zo net die finishing touch. En dan is onze koude pasta salade met aardbeien alvast klaar. Ja, sowieso, pasta salades is altijd super dankbaar. Hè? Je kunt er alle kanten mee uit. Je kunt daar alle soorten smaken ook insteken. Dus door subtiel een vinaigrette of zo aan te brengen. Dat is heel subtiel, maar dat maakt dat direct fris. Zeker bij een barbecue of zo. Dat is direct, ja, zo, dat balanceert vlees of al die gegrilde dingen. Dat balanceert dat met zo, ja, een frisse toets daaraan te geven. Dan is het tijd om onze zonnekoning boven te halen. De koningsoesterzwam. Een dikke champignon, zoals het ook wel zeggen. Keilekker. Direct die Aziatische smaak die we er weer gaan insteken. We gaan een soort vegetarische barbecue doen. En ik ben redelijk recent nog in Azië geweest. En het is heel opvallend hoe ze ook daar steeds meer kiezen voor de vegetarische keuken. Zeker in van die redelijk nieuwe zaakjes. En dan is het ook heel vaak de zwammen die centraal staan. Die eigenlijk een soort vleesvervanger zijn. En dat is niet zo onlogisch, want er zijn een aantal heel specifieke dingen die dat in een zwam zitten. Die dat je moeilijk uit andere dingen haalt. Bijvoorbeeld vitamine D, diegene die we ook kunnen krijgen van de zon bijvoorbeeld. Die zit, zijn in beperkte mate, maar toch een beetje in champignons. En dat wordt de ster van dit gerecht. Hè.
Je kunt er eender welke vorm van snijden. Ook heel tof voor die zo te snijden bijvoorbeeld. Ziet er een beetje uit als kokkies dan. Maar wij gaan ze lakken. En dus doe ik het op deze manier. En als we die straks gaan grillen, dat gaat er ook voor zorgen dat die veel meer smaak vrijgeven. In het begin, als je dat gewoon zo zou weten, heeft dat niet zoveel smaak. En door dat te grillen gaan die smaken vrijkomen. En we gaan dat ook nog een lekker sausje geven. Dan gaan we die grillen op onze plansje. Die geur van een barbecue en dan een beetje gemengd met de geur van zonnecrème van iedereen, dat is voor mij echt de zomer. Ja. En als voordeel, we moeten daar niet lang op wachten. Dat gaat heel vlotjes. Ik ga die al een keer omdraaien. Terug onze kokos aminos voor gebruiken. Je zou hier ook perfect terug sojasaus voor kunnen gebruiken. Of tamari voor kunnen gebruiken. En jullie kunnen het niet ruiken, maar Oosterse keuken, here we are. Hè? Beetje ahorn. Voilà. Gaan we dan nog een beetje afwerken. Ik ga daar nootjes bij doen. Hazelnoten, niet zo oosters. Kijk. Ik ga die fijn hakken. Voilà. En dat mag met een zekere je m'en fous gebeuren. Hè? Voilà. Een beetje groen wil ik daarbij. Ik heb daar gekozen voor microgreens. Dat is een moeilijk woord voor gewoon wat scheutjes van alles en nog wat. Die is direct mooi. Dat geeft zo'n pittig smaakje eraan. Gaan we nog doen. Klein beetje peper en zout. Ini, mini. Voilà. Voilà. Gegrilde koningsoesters zwemmen met een frisse salade met aardbeidjes erbij. Ideaal om te sharen. Keilekker verfrissend. Topgerechtje. Next, nog een gerechtje dat je heel gemakkelijk kan delen. Ideaal als aperootje bijvoorbeeld. Gaan we de zoete aardappel voor gebruiken. Ik ga die in schijfjes doen, gaan die op de grill leggen. En dan gaan we dat beleggen met geitenkaas, met verschillende kruiden, met nootjes en met peer. Ideaal, denk ik dan. We gaan die in schijfjes doen. Ik heb hier speciaal gekozen voor één ronde vorm. Dat wordt straks nog duidelijk waarom dat is. Ik neem ongeveer een halve centimeter. Die schil die laat ik eraan. En we gaan die lichtjes voorstomen. Om de simpele reden dat het dan minder lang duurt op de barbecue. En ik ben sowieso een gigafan van zoete aardappel. Goeie vezels, dat is heel vullend ook. Zoiets gemakkelijk om altijd in huis te hebben. Kunnen we vitamine A uitmaken. Zoete aardappel is ook altijd superleuk dat je er heel veel kanten nog mee uit kunt. Je kunt, en zeker ook op de barbecue, je kunt die poffen. Oké, het duurt iets langer en dan moet je toch rekenen op een uurtje of zo. Maar je zou hem ook kunnen vullen met nog met de gekste dingen erin. Hè? Met champignons, met quinoa, noem maar op. Je kunt daar zoveel mee doen. En het is zo lekker.
Voilà, die gaan we laten stomen. Gewoon heel kort, zodat we er met onze vork door kunnen, net kunnen prikken. En dan mogen die op de barbecue. Nice. Met wat gaan we die bedekken? We gaan die bedekken met geitenkaas. En dan zie je al direct waarom ik een ronde vorm gekozen had. Geitenkaas is altijd meteen heel fris, dus in de zomer ideaal bij een salade, op een toastje, you name it. Hè. Ik ga dat ook combineren met een peertje. Peer en geitenkaas. Dan weet je al voldoende eigenlijk. Hè. En daar nog eens zoete aardappel bij. De peer die ga ik in kleinere stukjes doen. Die ga ik niet mee grillen. Die ga ik er achteraf over doen. Dat geeft zo een frisse toets aan het geheel. Voilà, gaan we ook onze amandotjes al voorbereiden. En daar gaan we ons gerechtje mee afwerken. En dan moet je altijd goed in het oog houden, want dat heeft geen kleur en plots in 2 seconden kan dat zwart zien. Dus willen we vermijden. Voilà, onze amandeltjes die hebben wat kleur gekregen. Heel belangrijk als je die voorbereidt, altijd even in een ander potje, want je pot is nog warm. En anders kun je wel eens ineens verbrande amandeltjes hebben. En dat willen we niet. Verbrand is niet goed. En ondertussen zijn onze zoete aardappeltjes klaar om op de barbecue te gaan. En ook onze zoete aardappeltjes die gaan we op de plancha maken. En dan onze kaasjes. Kijk, goed uitgemeten, hè? En onze geitenkaas die gaat nu smelten, dus we gaan dat goed in het oog houden, want dat gaat redelijk snel gaan. Voilà, en ons kaasje begint wat te zweten. Zo heb ik het graag. Ja, en een barbecue, iedereen denkt meteen aan vlees, maar je kunt echt perfect een veggie barbecue doen. Ik denk dat het vooral belangrijk is van 1 hoofdgroente te pakken. Of bijvoorbeeld die koningsoesterzwammen of de zoete aardappel. En daar eigenlijk rond te bouwen. Hè. Zie die zo. Dan gaan we die beleggen met onze peertjes. Dan gaan we daar amandeltjes bij doen. En ook hier een beetje groen. Het oog wil ook wat. En dat is kei gezond voor ons. Scheurtjes erbij. En ertussen. En dan voor het helemaal af te werken, een beetje honing. Ik ga daar nog een heel klein beetje zout over doen. Ik vind het heel leuk dat je zo het zoete van die honing en die zoete aardappel en dan zo net dat toetsje zout erbij. Dus ik ga zorgen dat elk schijfje een paar van die korreltjes zout heeft. Voilà. Als dat er niet goed uitziet, dan weet ik het niet meer. Super lekker, ideaal om te sharen. Ook heel gezellig als apéro. Een aanrader, al zeg ik het zelf.
En dan als laatste heb ik nog een drankje in petto. En zoals altijd bij mij is zonder alcohol. Maar wel lekker fris, lekker zomers en met veel kleurtjes erin. Ik ga beginnen met een beetje vers water te tappen. Ook natuurlijk heel belangrijk, zeker in de zomer, voldoende drinken, goed gehydrateerd blijven. Voor een mooie huid en al, willen we allemaal. Hè? Wat gaan we er allemaal aan toevoegen? Heel visueel mooie dingen. We gaan er een beetje kleur aan toevoegen. We zouden munt kunnen gebruiken, maar ik heb gekozen voor verfijn en ook voor diepvries blauwe besjes. Waarom kies ik daar specifiek diepvries blauwe besjes? Hiervoor. Omdat die zo wat meer kleur afgeven. Bij een zomerse avond, daar hoort uiteraard een zomers drankje bij. En dat hoeft ook niet altijd ongezond te zijn. Het hoeft helemaal ook niet met alcohol of zo te zijn. Het is zo gemakkelijk om eigenlijk gewoon veel kleur te geven. Heel belangrijk, zeker op een zomerse barbecue-avond. We gaan daar verfijnen, citroenverbena aan toevoegen. Je zou daar perfect ook munt of zo voor kunnen gebruiken. Maar dat is sowieso iets anders, hè? En hoe langer dat op tafel staat, hoe langer dat trekt en hoe meer smaak dat gaat afgeven. Wat gaan we doen voor dat nog een beetje leuker te maken? Ik heb al van die ijsjes klaargemaakt. Eigenlijk is het gewoon een ijsblokje. Maar ik heb daar wat limoensap aan toegevoegd en een paar van die blauwe besjes, gewoon zodat dat er leuk uitziet. Ik ga ook maken dat het nog iets frisser is door onze limoen. Gaan we er nog een beetje honing aan toevoegen. En ondertussen weet ik al dat ik beter, als ik verschillende gasten heb, de honing op tafel zet. Want de ene wil meer honing, de andere wil geen honing. En dan kan iedereen naar believen kiezen. Hè. En als je nog een beetje groen aan wilt toevoegen, dan kan dat ook. Voilà. Ik zou zeggen, ik beloof je dat je de alcohol niet gaat missen, maar ik drink al heel lang niet meer. Dus dat kan ik misschien niet beloven. Maar het gaat in ieder geval een heel feestelijke opening van een avond zijn. Ook niet onbelangrijk. Ik zou zeggen, kom maar af of installeer zelf je eigen zomerkeuken. Alle inspiratie vind je op nyam.tv.